Onder die spiegeling. Die rustige wereld. Dat is mijn domein. En als ik dan naar boven kijk, naar dat spiegelende oppervlak, denk ik, die wereld daar, die moet nog even op me wachten. Op het moment dat ze ondergaat, kunt u adem inhouden. Dat geldt ook voor jullie, probeer je adem in te houden. Maar wees heel stil, want dit moet heel geconcentreerd gebeuren. Kijk even hoe lang je het zelf haalt. Op het moment dat ze echt ondergaat, laat ik de tijd lopen. Je ligt in het water en je bent helemaal rustig. Wat een heel groot aquarium nodig waar ik in paste. Want zij gaat voor mij voor de veiligheid zorgen. Ze gaat af en toe zo doen, op mijn schouder, om te vragen of ik nog leef. Ze concentreert zich op haar lichaam, zo ontspannen mogelijk, alle spieren los. En daarmee verbruikt ze ook zo min mogelijk zuurstof. Het is gevaarlijk, is mij verteld. Ik hoorde die hijger boven me, Jack Spijkerman. Die zegt van, oh, ik krijg het Spaans benauwd. Dus ik had zoiets van, man, hou je kop. Ja, oh kijk, nu hou ik met mijn hand haar hand vast. Want nu begint het een beetje moeilijk te worden. Jeetje, ik ga naar het toren ook. 4 minuten. Ik moest heel hard lachen. Ik stond op een mooie zomerdag te schilderen aan mijn dakkapel met een vriend van me, met wie ik heel veel in het zwembad ook lag. Ik doe al heel lang aan recreatief freediving, dus dat is je adem inhouden en dan naar de bodem toe. En dat kan heel diep zijn, record is 30 meter op 1 ademteug. En we stonden in die dakgoot, het was bloedverzengend heet, hittegolf, 2007 of 2008. En ik keek vanaf boven naar beneden en ik zag hoe helder het water was. En er kwamen een paar grote vissen voorbij zwemmen. En het zweet droop van mijn gezicht. En ik zei, Pieter, vind je het goed? Ik ga even afkoelen. Ik ga even in de gracht liggen. Dus laddertje gepakt. Even in mijn gewoon korte broek, t-shirt, eventjes gaan liggen. En op een gegeven moment zei hij, ja, waarom pak je niet even je duikbrilletje? Of je zwembrilletje? Zo gezegd, zo gedaan. Nou, toen, ik ben er eigenlijk niet meer uit geweest sindsdien. Ik word door diverse mensen stadssnorkelaar genoemd, zoals je een stadsdichter hebt en een stadsschilder en een stadsmuzikant. Hoe vind je het water? Lekker. Lekker. Weet je hoe warm het is? Nee. Kijk maar op de thermometer. Even denken. Je hebt 20 en je hebt 30. Ja. En die hele grote streep in het midden is de 5 van 25. Maar hij stond er net ietsje naast. Eentje verder dan 25 is... 1, 2, 3, 4, 5, 6. 26. 30. Nou, lekker. En ik heb net gecheckt, dan is het onder water op de bodem is het een graadje koeler. Hoe heb je dat dan geweten? Nou, ik heb hem even losgemaakt net van zijn haakje. En toen heb ik hem heel diep beneden gehouden. En dan voel je gewoon echt dat het koeler is. En ik voel dan ook bijvoorbeeld aan mijn voeten dat schimmelpenning voorbij komt. Want dan voel ik opeens een soort koude stroming. En denk ik, oh, ik krijg weer bezoek van een grote vis. En ik zie een stukje zwart afval. En ik zie schimmelpenning! Ah, heel goed.
ik begin met een dier te identificeren, een individu. Ik maak een tekening van zijn littekens, van zijn lengte, van zijn geschatte lengte. Want ik moet het schatten. De kennis die ik vergaard heb, heeft mij ertoe doen besluiten om de dieren hier een code te geven. Z21 of Z26. Z is van Zilt, BR is van Brasem enzovoort. Dit is gaaf. En die namen, ja, ach, die komen gewoon binnenvallen. Soms laat ik andere mensen een naam bedenken. Zoals bij Brasem Schimmelpenning, die heeft de Overmuurman bedacht. En we hebben spaghetti, ravioli en tortellini. Dat zijn zilten met bepaalde uitsteeksels aan hun bekken. Bami hebben we ook. We hebben ook nog een aantal zitten, die zijn al uitgetekend. Maar daar heb ik gewoon nog geen naam of nummer voor. Maar goed, dit is heel erg fijn om te doen, ja. 67. Veer? Ja, kom. Oké, okay, kom maar weg. Je bent gewenst. Nee. Vrouw, ja, kan je even helpen? Kan je even... Jee, maar wat is dat? Ja, nou ja, god. Dank je. Huh? Wat is het? Fred? Hoi, vanaf. Hey, aan. Ja. 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 And he wandered away and away to reach her, the dear old nurse, who sang to him night and day. Ja, dit is dat nieuwe hek, hè? Ja, dat was het jaar daarvoor, was dat er nog niet. Ja. Dus, maar ja, al die boten zijn natuurlijk omgebouwde vissersboten. Ik heb mijn hele leven al heel veel gezwommen in de zee, in zwembaden en met dolfijnen. Ik ben hoogsensitief, dus het is voor mij echt een manier om even te ontsnappen aan die waan van alle dag, die drukte, de geluiden om me heen, het verkeer en de vliegtuigen. Dus ik lig het liefst gewoon lekker met mijn kopje onder water. Gaat iets niet goed. Allemaal sloten worden kaal gevreten. Ik zie geen vis meer. Waar zijn mijn libellen gebleven? Dat is allemaal al 30 jaar gaande. Ik woon in de stad. Ik ben een stadsnorkelaar, adviseur stadsgrachten. Ik zie het in de stad ook misgaan. En in de polders ondergraven ze de oevers. Nou, dat doen ze hier ook. Wat ze kunnen, bikken ze uit. En er zitten hier een paar enorme sinkholes hier in de straat. Nou ja, drie kraaien. Die kreeft, die klauwt gewoon het zand allemaal uit die oever. Al die pijpjes die wij in die oevers hebben gemaakt als afwateringspijpjes voor de straat, zeg maar. In ieder pijpje zit een kreeft. En vooral de zwangere vrouwtjeskreeften, die gaan daar dan, die klimmen via de kademuur, onder de waterlijn dus, via de kademuur, zo'n pijpje in. Graven dat mooie witte bestratingszand eruit. En dat werpen ze met die achterpootjes eruit, naar beneden. Dat maakt dan zo'n mooi wit spoor. En daaronder komt er zo'n wit strandje tevoorschijn dan. En ja, wat krijg je als je zand weghaalt? Je maakt een holte onder een straat. Dan krijg je een sinkhole. En oud cement, dus oude specie, vinden ze ook super. Dus als je het hebt over grachtenpandjes die er al staan sinds 1600 of 1550. En het is onder de waterlijn en er is al honderden jaren geen, niet naar gekeken, zeg maar. Als ik daar langs snorkel. En zeker als het bijvoorbeeld in het verleden vroeger de riolen uitkwamen op het water. Hè, dat is natuurlijk gewoon bij die oude huizen was dat zo. Ja, alles wat een uitgang is, is voor de kreeften een ingang. En die gaan gewoon naar binnen. En als die wat ouds tegenkomen, dan pulken ze dat gewoon uit. Net zolang tot ze een veilige plek hebben. Ze zoeken allemaal een plek waarbij ze aan de achterkant veilig zijn. Door niemand gepakt kunnen worden. Waarbij dus de klauw aan de voorkant uit kunnen steken, zodat ze kunnen knijpen. Wat ik doe, ik geef dat dan door aan de gemeente.
Nu 72. Oh, 72. We zijn nu bezig met wetenschappelijk onderzoek. En dan loopt u de vissen weg te vangen. Dat kan niet. Ja, maar ik zal je vertellen, die vissen in die netten vangen is ook geen... Er is een keertje een dode vis uitgehaald. Wat uit die netten? Uit die netten, zal ik even vragen. Dat weet ik niet. Ja. Ja. Dat is ook wel erg zonzielig. Ja, zeker. Zeker. Ja, het is maar een kleintje hoor. Die rivier geeft is inderdaad een redelijk probleem in Nederland. Ze hebben best wel invloed op het ecologisch functioneren van verschillende systemen. Eigenlijk de grootste oorzaak daarvan is dat ze planten kapot knippen. Dus die planten die proberen te groeien, die worden kapot geknipt en die kunnen dan niet zo makkelijk meer verder groeien. En aan de andere kant graven ze in de oever. Dus ze maken kleine holletjes om zich te verschuilen. Maar daardoor komt er heel veel extra bagger in het water eigenlijk. En ook heel veel extra voedingsstoffen. En daar doen die planten het dan weer niet zo goed op. Dit is allebei de rode Amerikaanse rivierkreeft. Dan hebben we hier een schone. Die heeft hier mooie witte buikjes die in het midden zie je darmkanaal lopen. En dan hebben we hier ook eentje. En die is gemerkt. En dat kun je zien aan dit fluorescerende gele puntje. Daar moet je wel een microscoop bij hebben. Dan hebben we ook nog een UV-lamp. Want het verfje is UV-actief, dus je kan als je een UV-lamp erop zet, dan zie je het heel goed. Dan gaat het echt fel oplichten. Ze planten enorm snel voort, ja. En we zien ze ook steeds verder door Nederland verspreiden. En de soort die hier zit, de rode Amerikaanse rivierkreeft, die zien we toch wel dominant zijn over alle andere exotische soorten. Dus we hebben hier in Kronenstein hebben we twee plekken afgezet. En binnen die afgezette plekken, daar hebben we kreeften gevangen. Die hebben we voorzien van een merkje, dat doen we met een kleurtje die je met een UV-lamp ziet. Die worden vervolgens teruggeplaatst en daarna gaan we weer terugvangen. En in die terugvangst, de verhouding tussen gemerkte en ongemerkte kreeften, daar kunnen we het bestand uit uitrekenen. En dat kunnen we tegenwoordig redelijk nauwkeurig, tot op de komma per vierkante meter. Dit is een mannetje, kun je zien deze twee. Hij heeft ook twee penissen toch? Ja, dat zijn deze twee. Hij heeft er gewoon twee. Dan gaan we wel, denk ik. Die kreeften, de rode Amerikaanse rivierkreeften, de extra large vrouwtjes, groter dan 12 centimeter vrouwtjes, die hebben 600 jongen per keer. Dus, omdat ze dus alles eten wat los en vast zit, of het nou plantaardig is of dierlijk, of het dood is of levend. En als dat niet meer over is, dan beginnen ze aan elkaar. En dan krijg je het moment dat ze zich dus zeg maar omvormen, dan worden ze fietspadkreeft, zoals dat heet. Dus dan klimmen ze uit de waterpartij. Maar dan beginnen ze aan elkaar, zijn het cannibalisten? Ja, tuurlijk. Ja, ja? Hoor. Ja, ja, ja. Ja, maar goed, dat zijn snoeken op zich ook. En baarzen ook. Laatst vonden we hier een baars in een baars. En de baars was gestikt in een kleinere baars die hij had gevangen. Dat is bij deze soorten die ik net noemde, is dat normaal. Als er dus een tekort is aan ander voer. En in dit geval is een baars was op zoek naar een lekker hapje. Maar de grachten zijn compleet overgenomen door zwartbekgrondels, ook invasieve exoten. En die zijn eigenlijk gewoon te snel voor een baars. Dat zijn echt hele rappe exoten, waardoor ze ook zo succesvol zijn. Dus uiteindelijk is die baars waarschijnlijk gewoon achter een wat slomere soortgenoot aangegaan. Heeft hij te grazen genomen. Maar ja, een baars staat bekend om de stekels in zijn rugvin. Dus die is gewoon klem komen te zitten in zijn keelgat. En zo zijn ze samen gestikt. In 2013 heeft de gemeenteraad van Leiden voorgesteld om van Havelwijk Zuid een visreservaat te maken. En dat wil eigenlijk zeggen dat de buurtbewoners extra goed letten op bootverkeer, op dode vissen. Ik heb vanochtend bijvoorbeeld nog een dode karper eruit gehaald. Die had een buurvrouw vanaf haar balkon zien drijven. We houden het water schoon van zwerfvuil, drijfvuil, waaivuil. We geven bootjes door die aan het lekken zijn, en bijvoorbeeld brandstof aan het lekken zijn. Aan de gemeente, zodat die ze kan komen ophalen en wegbrengen naar de stort. Ja, en er is in principe is er gewoon een hengelverbod voor mensen van buitenaf. Nice.
Nou, van mij mag je ook op dit randje staan. Dat is wel stevig. Ja, kijk. Probeer de spons een beetje boven het water te houden, joh. Anders wordt hij echt zo'n kledeboel. Nou, kun je erbij? Het is daar zo onzichtbaar. En ik heb dit gevonden. Oh ja, die. Vuurvogel. Ja, ze vinden het wel een beetje eng, zo'n hele grote meerkoet met een schuursponsje. Want ze denken dat jij gewoon een meerkoet bent. Doet, doet. Ja, ik geef die gelijk naar achter. Is het ook die? Daar is die. Ik zie wel een duikvisje. Nee. Voor mij wel. Nee, toch? Ja. Als ik monitoring doe van de vissen, dan doe ik dat vaak eens in de twee weken hier voor de deur. En dan vang ik als bijvangst nog wel eens een baarsje. Mijn doel is om exoten te vangen en weg te vangen en te tellen. En als ik dan wat jonge baarsjes bijvang, dan worden dat mijn trainees, mijn leerlingen. Dus dan gaan er 2 of 3 in het speciale trainingsaquarium. Die geef ik vanaf dat moment alleen nog maar exoten te eten. Dus marmergrondels, zwartbekgrondels en jonge kreeften. Nou, die zijn er natuurlijk volop, want ze planten zich voort als mallen. Kijk, de baars is er weer als eerste bij. Nou, die kunnen we dan najaar nog wel vrij laten, want die heeft dan zeg maar zijn B-diploma kreeft te vangen. Nou ja, goed, en dan vervolgens zie ik nu, jaren later, zie ik nu af en toe een baars terug waarvan ik denk, die is niet bang. Die ligt echt te wachten tot ik een steen omkeer. Die ligt zo'n beetje onder mijn oksel zeg maar te wachten. Die associeert echt mij met voedsel. En dan help ik hem graag met weer exoten vinden. Dus ik vang een krab en ik vang wat kreeften. Nou, kreeften waren me te snel af. Krabben kon ik niet vinden. Toen dacht ik, hé, daar ligt een kokosnoot. En er wordt natuurlijk heel veel troep van de markt. Troep, ik bedoel meer spullen die ze niet kunnen verkopen, die rollen in de gracht. Dus ik dacht, ik neem een kokosnoot mee, halve kokosnoot. En toen vond ik nog een mooie lange stok. Ik dacht een stuk boomtak. Ook helemaal vol met mosselen. En die had ik ook nog niet eerder op zo'n manier gezien. Dus ik dacht, die neem ik ook mee, kan ik laten zien. Dus ik legde ze achter in mijn boei, in mijn duikboei die ik altijd bij me heb voor de veiligheid. En toen kwam ik aanzwemmen. Hij zegt, mevrouw, volgens mij is het geen kokosnoot. Want ik zie hier van die strepen, van die karteltjes bovenop dat oppervlak staan. Hij zegt, volgens mij is het een cranium, een schedel. Dus ik riep, nee, ik denk een schedel. En ik had dus inderdaad menselijke botten gevonden. En dat klopt. Ik wist dat daar een begraafplaats heeft gezeten. Een Joodse begraafplaats. Nou, we gaan eventjes een to-do-lijst aflopen. We zijn niet na zonsondergang, dus we hoeven de politie niet te bellen om ons aan te melden. Nou, dit is de making-of. Ik ga snorkelen, hoor. In mijn wetsuit. Gaan we daarheen. Tijdstip bepalen. Nou, het is nu. Zon- en bootverkeer. Het is maandag, dus dan verwacht ik weinig bootverkeer. Bordjes aan de bruggen. 2 stuks bij bootverkeer. Pas op snorkelaars. Vismonitoringshesje aan over je pak. Dat moet je allemaal doen. Huissleutels klaarleggen. Boeien vinden. Masker, snorkel en camera's. Jojoba heb je gedaan. Ogen druppelen. Dat hoeft bij jou niet. Vlag mee hoeft ook niet dit keer. Handschoenen insoppen. Ladder en spinnen mee hoeft niet. We gaan hier eruit en hier erin. Bakfietssleutels hoeft ook niet. Clipboard mee. Ja, detector hoeft niet mee. Kinderbadje hoeft niet mee. Bodyboard wel. BH-netjes voor de kreeften. Tonnetjes hoeft niet mee, want ik loop mee. Flesje water en een flesje smoothie. Er zit een flesje water in je duikboei. En ik neem ook een flesje water mee. Telefoon neem ik mee. Poepzakjes. Waar zijn die voor? Oh ja, die zijn voor als we iets gaan doen waar mensen bij zijn, langs het gras waar geproefd is. Ja, hoeft niet. Nou, dan gaan we opmeten op het telformulier watertemperatuur, het doorzicht van 0 tot 5 per traject, bewolking, tijdstip, de route die gesnorkeld is en eventueel bootverkeer.
fotograferen gaan we slakken en mosselen, aangetroffen grofvel, de sandy pits aan van de kreeften waar ze hebben gegraven. Überhaupt alles wat beweegt, zeg maar. En ook qua planten. Ja, precies. We doen niks met schildpadden vandaag. Tenzij we ze tegenkomen. Nou, krijg ze dan maar eens te pakken. Hoezo? Ze zijn razendsnel. Oh, schildpadden zijn razendsnel. Ja. Dat vind ik heel grappig. Hoezo? Nou, wat zijn ze? Jij komt tussen al die waterplanten en krijg je ze niet te pakken. Dus dat is echt een vak apart, hoor. Ik heb er nu 3 gevangen in mijn leven, maar dat is wel even... Dat was voordat ik COVID had. Ja, ik vond het spannend. Maar ik was ook gebiologeerd. En ik had nog nooit het gedrag onderzocht van palingen. Alhoewel ik hier wel een aantal aquaria heb staan uit. Van de Universiteit Leiden, waarin palingonderzoek is gedaan. Ik kreeg de bakken mee, maar niet de palingen. En later heb ik me erin in verdiept. En ze kunnen heel humeurig zijn. Ook vaak kribbig. En dan wist ik niet waarom. Maar je hoeft ook zeg maar een steen anders te leggen na het schoonmaken van de bak. En ze zijn helemaal uit hun hum. En ze willen een tijdje niet eten. Dus met terugwerkende kracht denk ik nu dat die aal bij de begraafplaats ook gewoon uit zijn hum was. Ik heb nooit meer zo'n echt close encounter gehad als met dit dier. Kreeften en bramenstruiken die doen het ontzettend goed samen. Dat is echt bijna een symbiose. Bramen die zijn natuurlijk heel stekelig en niet leuk voor futen en meerkoeten en andere snoeken en roofvissen die normaal kreeften zouden moeten eten. Dus als je als gebiedbeheerder bramenstruiken laat staan die overhangen in het water, dan ben je eigenlijk verkeerd bezig. Want dan vraag je gewoon om nesten met rivierkreeften. Die doen het daar heel erg goed. Okay. Heb je af en toe wel nodig hoor, na zo'n duik. Kan je stoppen? Ik zie het. Zo lekker. Oh. Ik kan me herinneren dat ik de allereerste keer na COVID mijn duikpak aantrok. En dat ik dacht, hij komt niet verder dan mijn heupen. Ik trek hem uit, ik ga weer naar bed. Zo moe was ik. Duizeligheid, en dat is ontzettend lastig als je dat onder water hebt. De vermoeidheid, lichamelijke en geestelijke vermoeidheid. Dingen door elkaar halen. Dus dat ik eigenlijk mijn lamp aan wil zetten, maar dan zet ik mijn camera aan of andersom. Dus de brain fog noemen ze dat. Ja, het is vooral een ontzettend psychologisch verhaal. Hè? Je moet in je hoofd moet de uitspraak... in je hoofd moet je vat krijgen op de uitspraak dat het nooit meer zou worden zoals vroeger. En ja, dat is natuurlijk frustrerend. Aan de andere kant kun je niks anders doen dan je erbij neerlegt. Je kan niet als een gek gaan sporten om het goed te maken of wat of anders. Ik ben nog wat meer van lekkere dingen gaan houden. Dat is natuurlijk ook niet heel gezond. Maar wat ik wel altijd heb geweten is dat het water draagt mij gewoon. Of ik nou zwaar ben of niet. Je kan grote duikpakken in Amerika bestellen, dat heb ik gedaan. Dus op het moment dat ik terug kon in het water was wel weer even een feest. Kijk, de kwartier daarvoor dat ik mijn pak aan moest doen, niet. Of de keren dat ik met mijn loodgordels nog ergens heen moet lopen, is ook te zwaar. Maar op het moment dat ik in dat water zak,
is dat wel het grootste cadeau en het beste medicijn, zou ik bijna zeggen. Want dan zie ik mijn vrienden weer onder water, de bewoners onder het oppervlak. Dan zie ik weer zilte die ik 2 of 3 jaar niet heb gezien, of van Carper. Hoe zie ik wat de stand is van vissen, of er veel jonger zijn of niet. Dan zie ik hoe de status van de kademuren. Ik ga natuurlijk toch. Ik ken het als mijn broekzak en ik ga er echt van houden. Ik ga het ook echt missen. Dus het was heerlijk om weer terug te zijn bij mijn onderwaterbewoners. En om er weer over te kunnen vertellen. Want eigenlijk, ja, nou weet ik het. Dat is dus het meest frustrerende. Vroeger, iedereen hing natuurlijk aan mijn lippen en zei: heb je nog wat gezien, gevonden? Heb je die nog gezien, die nog? En ik kon eigenlijk een jaar lang kon ik niet antwoorden op wat mij afmaakt. Dat is het onderwaterleven onderzoeken en ontdekken. Dus ik kon niet uiten wie ik was. Ik kon niet onderzoeken wie ik was. Ik zat of ik lag boeken te lezen of te slapen. Dat was het. En nu ben ik er weer. Dit is Inge. Alle langneusturgenalen zijn Inge. Inge is vernoemd naar een wijkgenote van ons die door een hersenbloeding veel te jong is overleden. En ze deed al jaren mee met het vissen monitoren. Dan stond ze op de kademuren, net als Esther, haar collega van de zeilbedrijf. En dan wees ze brasems aan of karpers of iets anders. En ik was op een gegeven moment aan het snorkelen. Ik wist dat Inge was overleden, ik kon er niet mee omgaan. Dus ik dacht, ik ga snorkelen en ik ga mijn zinnen verzetten. Toen kwam de rouwstoet voorbij en alle collega's van Inge en de buren stonden hier allemaal op de kademuur om de rouwstoet voorbij te zien gaan. En op dat moment ontdekte ik deze nieuwe garnaalsoort, dus de langneussteurgarnaal, in zo'n spleetje in de kademuur. En toen dacht ik, wat is er mooier dan een nieuwe soort vernoemen naar onze buurvrouw Inge. Ja. Dan in mijn boei die nat is. Ja. Hier zit een holte hieronder. Die doe ik helemaal vol met water. En dan zit ze gewoon lekker nat hier. Kan er niks gebeuren. Kan ze ook niet weg. In een blikje zit eigenlijk altijd marmergrondels of een rivierkreeft. Ja, kan ook een mossel zijn. Met... Dus je hebt heel wat driehoeksmosselen ook gezien? Heleboel, maar een paar gevangen. Maar die gaan dus helpen met de aquaria filteren, dat is wel super fijn. Het scheelt mij weer een elektriciteitskosten, omdat een filterpompje toch wel weer wat energie slurpt. En... ik met mijn 10 aquaria verbruik in eentje net zoveel als een huishouden van 4 personen. Mijn zaklamp onder water ligt, 's avonds laat, is het natuurlijk eigenlijk helemaal gitzwart. Zeker van onderaf is het helemaal donker. Van bovenaf zijn er natuurlijk straatlantaarns en verlichting onder de bruggen. Maar het is wel alsof ik zeg maar een heelal in duik. Ook wel eens gehad dat er een kleine snoek in mijn duikhesje zwom. Hij was zo waarschijnlijk geschrokken door het licht dat hij een enorme zwieper gaf met zijn staart en toen zat hij half in mijn hesje. Nou, en dan heel bijzonder hoe je dan dus dan heel voorzichtig een snoek zeg maar via je oksel weer uit je hesje moet loodsen. Het is gelukt hoor. En ik heb hem daarna ook nog teruggezien. Dus
Het zal voor hem of haar ook een hele gewaarwording zijn geweest. Oh, dit is gaaf zeg. Hier kan ik 3 weken niet van slapen, want dit is fantastisch. Ik moet mijn monitoring, mijn waarnemingen moet ik helemaal bij gaan werken, want ik had gezegd dat ze in Leiden uitgestorven waren. Roel, ben jij er al? Hey, af. Hier ben ik. Hey. Ik was even lekker aan het afkoelen en ik kreeg een Dr. Fish behandeling. Lekker. Gratis en voor niks. Heerlijk. Het is al 22 graden joh, het water. Ja, dat is een stuk beter dan in de winter dat ik hier bij je was. Ja, het lag lekker. In de kamer natuurlijk de hele maand in. Hoe is het? Ja, welkom. Dank je. Staat het op slot? Staat op slot. Ja, goed zo. Roel, jij bent lang. Kan je die ton even pakken? Ja, maar natuurlijk. Hoeveel had je er gewild? Heb je een bepaald recept in gedachten? Heb je veel liggen of niet? Nou, ja, ik denk tegen de 100. Ja, Noor is natuurlijk geslaagd. We hebben binnenkort een feestje. Dus ik dacht, dan maak ik daar wat lekkers mee. Eigenlijk alles wat ik overhoud. Ja. Die bak ik lekker aan met heel veel groente en venkel erbij lekker. Oh, ja. Kruiden, witte wijn erop. Toch. En dan kook ik hem helemaal in tot een mooie romige soep. Mogen die meiden dat, witte wijn? Ja, nou, dat kook je al eruit. Dat ja, maakt niet uit. Nee hoor, dat komt wel goed. Perfect. Okay, en dan echt, ik denk dat ik ze 5 keer opnieuw gespoeld heb of zo. En, ja, ik spoel ze thuis ook nog hoor. Heel goed, ja. Nee, dus kijk maar wat je kwijt wil. Als je nou, zegt, ik wil sowieso alles... deze hele bak. Prima. Nee, het is een mengeling dit keer van rode Amerikanen, gevlekte Amerikanen en geknobbelde Amerikanen. Oh, ja, oké. Kijken. Nou, maar 1 dooie, dat valt me mee. Oh. Nou, weet je, het is zo handig. Ik sta nou lekker uit te lekken hier. En ik veeg het zo meteen allemaal in de douchegoten. Mijn aannemer zei, weet je zeker dat je van die grote douchegoten wil? Die hebben ze in het zwembad ook. Ik zeg, ja. Voor jou is het handig. Doe maar. Nou, ik heb ze dit keer dus niet geteld. Maar ik ga nu al sowieso uit van de 75. Ja, dat ga je wel hebben. En dan heb ik er ook nog een paar dozijn in de wasbak. Nou, er liep er ook wel eentje door de kamer gisteren. Ja, nou ja, die vinden we wel weer terug. De poezen die zijn erg goed in kreeft te vinden. Ik denk dat ik er, om het leefbaar te houden, dat ik toch... Ja, het is misschien beter, hè? Misschien niet een bolle meniscus doe. Nou, fantastisch. Jongens, ze staan dus niet op water, maar je bent zo thuis, hè? Ik en ga dan, zo gelijk... Top. Ga ik hem aan de slag. Hartstikke leuk. Ik heb begrepen dat er tegenwoordig een optie bestaat om ze in te vriezen. En dat de meest humane optie is. Ja, wat is nou wijsheid met kook je ze levend, vries je ze eerst in, dat ze soort van eigenlijk... bedwelmd zijn. Nou, je hebt nu in Engeland heb je dat daar waar ze levende kreeften en krabben verkopen, dat ze daar een soort van verplicht een soort zap-magnetron erbij verkopen. En daar kun je een schaal met levende kreeften en krabben in doen. En dan druk je op een knopje en dan worden ze in één keer geëlektrocuteerd. Ja. In huis, zeg maar. En dan, kun je ze alsnog klaarmaken. Dus. En ik geloof zelfs dat de deal dus nu is dat ze geen levende kreeften en krabben meer mogen verkopen. Als ze ook geen zetmagnetron erbij leveren. Dus dat een soort van, je moet wel, 1 plus 1 is 3. Ik zorg er altijd voor dat ze snel dood zijn. En dat, dat klinkt heel, heel gruwelijk. Maar het is wel de beste manier, denk ik. Dus weinig tegelijk koken, echt in kokend water. Gelijk een deksel erop dat ze meteen dood zijn. Ja. Ik kreeg gisteren een filmpje van iemand die had een kokmeel. Of een kleine mantelmeel die een kreeft aan het versmaden was. Ja. En dat was een hele heen en weer geknikker met dat dier. En eerst vloog de ene poot eraf. En toen vloog de andere poot eraf. En toen was hij nog een paar minuten bezig met dat beest opeten. Nou, dat doet ook wel pijn, denk ik. Ja, begrijp ik heel goed, Dus dan maar liever... Dan maar dit, denk ik. Ja, maar nogmaals, het is een lastige discussie. Ja. En ik denk dat je gewoon altijd moet zorgen dat ze snel... Als je ze ergens levend vandaan krijgt, snel verwerkt op de einde van de manier. Want het blijft toch wel lastig inderdaad. Aap, dankjewel. Joe, jij ook Roel. Hoi. Hoi. Oh, ja, dat is mijn foto. Ja. Met een watermeid zie ik nu pas. Ja. Zo scherp is die foto. Ja. Al die arbeid van de afgelopen maanden hier. Hier komt die Amerikaanse rivierkreeft. Ah, shaki en sushi. Ja. Nou, daar is Nederland blij mee. Op iedere brug in Leiden staat een hele grote houten getimmerde kist. En daarin zit strooisout. En iedereen mag daar zout uithalen als de stoep of de straat, en in dit geval vaak de bruggen, te glad zijn geworden in de winter door sneeuwval of ijzel. Ja, die deksels die staan eigenlijk op een hele prettige leeshoogte.
En daar stond ik bij stil, een jaar of 10, 15 geleden. En toen dacht ik, goh, waarom zouden we daar niet een mooie plaat op maken? Ja, een soort verkadealbum, beeld erop met allemaal plaatjes. En uitleggen welke vis hier voor de deur zwemt. No, yours. Lilith? Yes. You want to come in? Yes. Watch out for the cats, because they want to come out. Anyone wants energy drinks? Like last time. Oh boy. Laten we hopen dat we wat terugkrijgen, jongens. Deze arme ziel onder het bijstandsniveau. Ik wil even goed nieuws hebben. Te betalen. €1711. Nou, leuk is dat. Gossie mijnes. Oh. Ja. Nou ja, laatste kwartaal van vorig jaar. Ja. Dus, dan gaan we weer eventjes onder het bijstandsniveau. Maakt niet uit. Dag Angel. Succes. Ja, je ziet ons zo wel eventjes met de burgemeester voorbij komen. Oh, hoi. Tot straks. Doei. Oh, and this then? That should go on the other one. Or maybe on the same. Oh, jij doet die dingen dan. En wat hier mooi is, dat is echt het unieke, dat je zorgen hebt over het water. Water is een blauwe ader van ieder mens. En wij vinden het allemaal vanzelfsprekend, totdat je tot ontdekking komt dat je het niet meer kan gebruiken. Of dat er tekorten zijn. Jij werkt daaraan. Ik wil je daar een groot compliment voor maken. En ook alle mensen die daaraan werken. Dus ik zou zeggen, chapeau voor Aafke, chapeau voor dit initiatief. Dit helpt ons op een geweldige manier. Dankjewel. Dank u. Ja, fijn. Ja, chapeau.